Huh? Jij staat wel scheef, maar het enige manier dat je me helemaal ziet. Ja, welkom bij een nieuwe video trouwens. Hey. Nee, hij zit in een rol tissues. Leuk. Maar het zit goed, dus ja, waarom zou ik het niet doen? Ja, welkom bij een nieuwe video. Het is deze week... Geen idee. Eerste week van augustus. Eerste week van augustus. Ik ben aan het werk op kantoor. Ik heb enorme rugpijn, want ik had vanochtend getraind. En... Je rug? Ja, mijn rug. Jij stopte verstandig, ik niet. Ja. En dan maar even erbij, dan ga je mij belachelijk lopen maken. Oh, een watje. Nee, je hebt het uiteindelijk afgemaakt omdat jij niet thuis in mijn ogen kan kijken. Als ik uiteindelijk meer heb kunnen doen qua sport dan jij, of meer reps heb kunnen doen. Ja, maar het was een lichter gewicht. Nee. Ja, ik heb uiteindelijk gewoon zwaarder getild. Kijk, zie je, daar gaan we, hè? En dit is dus wat je vanochtend tegen mij deed. Dus al heb ik last van mijn rug, ik zeg dan heel verstandig van ik stop, maar dat kan dus helemaal niet. Want dan krijg ik de issues met deze vrouw. Ik ben zwaarder gegaan. Geeft verder niet. En word aangetast in mijn mannelijkheid. En dat kan niet. Ik ben dus op kantoor. Ja. Volgende week hebben we besloten dat we op vakantie gaan. God weet alleen waar. Ja, die weet dat. Ja, God weet. Niet. Wij nog niet. Want we hebben veel opties gehad. We zouden naar Zanzibar gaan. Ja. Totdat we zagen wat we moesten doen om daar te komen. Toen dachten we, nope. Wij zijn volledig gevaccineerd. Ik heb geen zin meer in dat getest. En als ik test, is het alleen heen. Dan weet ik nog of ik veilig in Nederland kan blijven. Maar terug, stel je voor dat ik daar positief test en op zo'n klein eilandje moet... Dan kan ik niet garanderen of iedereen nog levend blijft. Nee. Van de gekheid, dat ik drie weken daar vast zit. Toen zeiden we, nou, dan gaan we weer naar Dubai. Maar toen zag ik tot 50 graden was daar. Toen zeiden we, nou, dan gaan we naar Zuid-Europa. Nou, dat is ook 50 graden. Maar, oh ja, plus bosbranden. En... deel overstroomd. Dus ja, het is een beetje lastig, weet je. En we zeiden, nou, weet je, we kunnen ook, want we zouden eerst naar Dubai vliegen en dan naar Zanzibar. En toen zeiden we, oké, laten we de andere kant op gaan, richting Azië. Nou, alles uitgecheckt, hè. Nepal, lukt niet. Indonesië, gaat niet. Thailand, gaat niet. Want er zitten zo'n strenge coronaregels. Dus het is gewoon helemaal... Dus we gaan naar Texel. Bagger. Nee, we gaan uiteindelijk, we hebben wel besloten om naar Rome te gaan. Ook al is er brand in... Die provincie, ja, dan maar met brand chillen, man. Ik weet het ook niet. Ik weet het anders ook niet. Nee, Portugal kan ook, hè, zei je. Portugal, ik vind trouwens, ik heb altijd één regel gehad dat ik in de zomervakantie nooit op vakantie ga. Dit is de eerste keer dat ik echt in de zomervakantie ga. En nu weet ik weer precies waarom. De bedragen zijn echt 3 keer zo duur. Ja, een kinderstoeltje huren kost voor een week gewoon 175 euro. Ja, daarom heeft Remco bedacht dat een eigen kinderstoel in de koffer krijgt. En dat hebben we besteld. Het gaat gewoon mee in de koffer. Hoef je dat niet te huren. En alleen voor Mali moeten we dan huren. Maar ik heb 3 dingen werktechnisch wat ik moet regelen daar, wat ik ga doen. En verder wil ik helemaal niks doen. Dus voor FitVet, mijn sportlessen, daar moet ik van alles voor regelen. Van alles. Ik moet gewoon over nadenken. Sport in mijn online platform moet ik echt gaan bedenken van oké, nu moet ik partners of investeerders bij gaan zoeken. Dus ik ga bedenken hoe ik dat ga doen, want alles is nu toch dicht. Dus na de zomer kan ik aan de slag. En die derde ben ik al vergeten. Waarschijnlijk het organiseren van QFL wedstrijdseizoen. Want de American Football seizoen start in september. Of tenminste wedstrijdseizoen. Dus ik heb wel zin in de vakantie. Jij niet? Ja, ik ook. Zeker. Trouwens, er kwamen heel veel vragen naar aanleiding van mijn laatste vlog. Huh? Nee? Komt iemand? Mijn video werd even onderbroken. Er kwam iemand aan. Wat ik dus even wilde zeggen. Ik krijg er veel vragen over. Of ik wat voor... Heb jij aan het eten? Ja, we hebben niet zo eten. Dus ik eet crackers. Gewoon kaal. Crackers. Triest, trouwens best opruimen hier. Ja. Maar de vraag of ik dus een groepstraject of een individueel traject heb gehad. Ik heb dus een individueel traject gehad. Ik was net begonnen... toen het midden in de coronasituatie, tussen de eerste en tweede lockdown eigenlijk. Dus ik ben helemaal nooit naar kantoor geweest. Volgens mij de eerste keer voor de screening alleen. En daarna heb ik nooit meer heel dat NOK van binnen gezien. Ging gewoon online en ik had een individueel traject. En ik was verder gezond. En ik denk ook dat het daardoor ook dat ik daardoor sneller aan de beurt was. Maar iedereen om me heen die ik spreek, die heeft feitelijk... een groepstraject gehad, volgens mij. En van wat ik tenminste wat ik begrijp, is dat zij meer begeleiding hebben
met een psycholoog of met een diëtiste of whatever. Ik moet er dus eigenlijk altijd achteraan. Ik moet zelf altijd vragen om bepaalde service. En dat is op zich niet erg. Ik hou er wel van. Maar misschien is dat ook juist mijn, mijn minkant. Want ik denk, ja, ach joh, weet je, ik ga mensen niet lastigvallen. Of ja, ach joh, ik regel het zelf wel. Of ik ben zelf wel assertief genoeg. Als er echt wat is, dan trek ik wel aan de bel. Maar dan is het meestal al heel ver. Ben ik al veel te ver gegaan, zeg maar, met hetgeen waar ik hulp voor nodig heb. Maar goed, dus antwoord op de vraag of ik een individueel of groepstraject heb gehad. Het is dus individueel. En ik word nog steeds individueel geholpen, trouwens. Oh, goedemorgen. Het is een dag donderdag en verschrikkelijk weer. Gisteravond toen ik naar bed ging, dacht ik nog, oh, het is hier best opgeruimd. Mijn schoonmaakster is op vakantie, dus ik moet nu alles zelf doen. En dan word ik vanochtend wakker, kom naar beneden en denk, wat een zooi. Ik snap niet hoe dat werkt, zoiets. Het is echt bizar hoe snel, ik weet eigenlijk niet of ik de kinderen de schuld kan geven, maar ze hebben wel schuld in ieder geval. Is wel, ze zijn wel een van de grootste redenen waarom het hier altijd en zo is. Maar goed. Ik ga nu even ontbijten. Kijk, vandaag ben ik niet gaan sporten. Normaal doe ik elke donderdag sporten. Maar ik heb nog zo'n spierpijn van gisteren. Of eergisteren. En mijn onderrug, mijn hemel. Mijn onderrug doet zo een pijn. En mijn masseur, mijn drukpuntmasseur, die zei van... Weet je, je lichaam en vooral je voeten, die hebben nog het idee dat ze die... Volle gewicht dragen, je oude gewicht, zeg maar. Dus je moet ze ontlasten. Dus hoe zeg je dat? Door te masseren en door oefeningen te doen, laat je je lichaam wennen aan een nieuw gewicht. Ik zeg, maar dat heeft toch geen zin, want over een maand heb ik weer een ander gewicht. Nou, grappig, maar het is wel zo. Weet je, over een maand of twee maanden ben ik weer 10 kilo lichter en dan gaan we weer van voor af aan. Maar goed, in ieder geval wel interessant. Hij heeft dus al die knopen uit mijn voeten en zo gehaald. Omdat je op een bepaalde manier staat om je zware gewicht, zeg maar, te verdelen. En nu hoeft dat eigenlijk niet meer. Dus merk je gewoon dat je houding en bepaalde dingen gewoon echt pijn doen. Of pijn beginnen te doen. Dus daar moet ik gewoon even aan wennen. Daarnaast, gisteren hebben we eten geprept. En het was wel gebaseerd op dat ik vandaag krachttraining zou doen. Want als je krachttraining doet, moet je nou eenmaal meer eten, vooral proteïne. Maar ik heb hier, kijk, zo'n klein bakje lasagne. Maar dit is eigenlijk te veel koolhydraten voor dagen dat ik niet getraind heb. Klein bakje lasagne. En hier heb ik een hele bak pasta. Maar dat is ook te veel koolhydraten als je niet gesport hebt, vind ik. De reden waarom ik trouwens rust neem is omdat, spierpijn, heel erg spierpijn. Maar ook gewoon... heel erg moe. En ik denk dat het gewoon allemaal te veel is. Ik moet nog inpakken voor de vakantie. Voor onze reis. Het is gewoon voor mij allemaal nog steeds wennen. Soms denk ik, oh, het gaat goed en dan ga ik weer volle vaart. Dan word je gewoon weer keihard teruggeroepen. En ik weet niet. Ik geef wel vaker aan. Ik vind het gewoon allemaal best moeilijk. En je praat er niet veel over. Omdat ik ook gewoon een druk leven heb. En ik ga gewoon door en... Soms merk je het niet, maar als je dan stilstaat... dat is ook mijn grootste angst. Als ik straks op vakantie ben en ik ben echt van plan niet veel te doen. Echt niks te doen. Ik ga ook iedereen mailen en zeggen van... Even niet. Je wacht maar even 10 dagen. Dat ik dan gewoon ga realiseren hoe erg het allemaal is. Of hoe erg het... Ik weet niet. Dat ik me van alles in mijn hoofd ga halen. Wat ik al die tijd genegeerd heb. Of het zit al in mijn... Ja, ik weet het niet. Maar goed. Voordeel is wel... Eerste wat ik klaar heb gelegd is mijn medicatie en mijn vitamine. Dus mijn maagbeschermers. Die moet ik nog, moet tot 6 maanden. Dus die moet ik nog 2 maanden slikken. Iets minder. Vitamine, wat ik niet wegkrijg. Multivitamine en calcium. En wat ik soms ook uit mezelf neem is dit BCA's. Maar dat is alleen op dagen dat ik train. BCA's zijn spierherstellers. Misschien moet ik dat nu ook nemen trouwens. Dat ik zo'n spierpijn heb. En vitamine B12. Dat neem ik ook mee. Dus dit is het eerste wat ik nu heb klaargelegd voor de reis. Dan moet ik ook nog voor de kids gaan inpakken. En voor mezelf. En Remco zegt altijd, hij doet het een uur van tevoren bewijzen van. En dan zegt hij, nee hoor, ik kan dat prima. En dan vergeet hij de helft. Dus dan moet ik ook eigenlijk even
een lijstje van maken en allemaal nalopen. Ik heb vandaag een outfit aan. Die ik, weet je waar ik dit gekocht heb eigenlijk? Nee, dat weet je niet eens, want ik weet het zelf niet eens. Alibaba. Nee, het is niet op Alibaba. Nee? Ik heb hem, nee joh. Ik, sowieso shopte ik daar niet echt, omdat veel kleding daar toch niet paste als het kwam. Maar dit dingetje aan de bovenkant heb ik gekocht voordat ik zwanger was van Mali. En het was veel te strak. En ik dacht, nou het paste wel, maar het was heel strak. Dus dan is het niet comfortabel, maar dan laat je hem gewoon in je kast liggen. En nu is hij gewoon te groot. Moet je kijken. Of te groot, hij past gewoon goed. En het is dan, ja, ik weet niet waar die van is. Maar het is dan zo'n body. Kijk. Dat doe je dan vast aan de binnenkant en dan doe je daar je broek overheen. Deze broek is trouwens van mijn webshop. Boven van de kinderen. Maar dit is van mijn eigen webshop. En de broeken passen perfect. Maar ik gaf wel aan dat de bovenkant, volgens mij gaf ik het al aan. Maar de bovenkant zit er wat wijd. Dus ik heb op AliExpress van die riemen besteld. Die dus zo, doe je dan hierin. En dan achterdoor. En dan doe je die hier weer dicht. En dan is je knop gewoon vrij. Als je dan naar de wc moet en zo, dan hoef je alleen de broek zo omlaag te doen. En dan weer aan. En dan, ja, het wordt gewoon smaller en strakker. Maar verder zit het nog goed. Dus, maar dit is dus ook zo'n nieuwe stijl van mij, die ik daarvoor nooit droeg. Ik vind het wel mooi. Heel zakelijk op de een of andere manier. En wat ik ook vind, Remco had vandaag een... je bent druk aan het typen. Ja. Ben je een boze mail aan het maken? Nee, helemaal niet. Oh. Nee, jij had een foto van mij vandaag gemaakt. En die naar de verkeerde telefoon gestuurd trouwens. Maar ja, daar gaat de kwaliteit van omlaag. Nee, je hebt helemaal gelijk. Maar ik schrok ervan. Hoe skinny ik eruit zag. Niet skinny. Nou ja, ik stapte vandaag uit en zelfs Debbie, ik stapte uit de auto en zij zegt, wow, wat is met jou gebeurd? Ik denk, oh, zelfs mijn vader zag ik. Ja, zelfs mijn vader zag ik. Dat zeg wel niet. Nee, ik maar... Ik ben een metamorfose, dat klopt. Ik ben trouwens ook met Debbie en Ursina, vrienden van ons, naar Stadshart in Amstelveen geweest. En zij kochten van allerlei noten. Ik ben nooit een noteneter geweest. Maar dit werd me toch aangesmeerd en het was lekker. Het is gewoon een notenmix met honing. Een laagje honing eroverheen. Dus daar moet je niet te veel van eten, maar het is wel echt super lekker. Maar ik ga ook eens proberen noten te eten als snack. Zonder honing dan. Ik ben nu in Zwolle. Ik ben bij een van de teams, van mijn merk voetbalteams. Het is wel grappig, ik laat wel even een stukje zien trouwens van het team in Zwolle. Ze heten de Zwolle Blue Jays. Go, kom op, knallen. Je hoofd omhoog graag. Blijven rennen. Hey. Normaal, als ik dus zo weg... Ik heb toch een smal hoofd gekregen, mijn hemel. De laatste tijd valt het me op. Nu snap ik waarom mijn vader zo geschokt reageerde. Want kijk, mijn vader is een beetje een apart geval. Hè? Mijn vader is het type, ik hoop dat hij dit niet ziet, maar hij weet het denk ik wel van zichzelf. Als hij heeft mijn hele leven opgevoed als een dochter met zwart haar. En ik heb toen ik 18 was besloten, ik ga blond doen. En dat heeft hij nooit gezien. Heeft hij nooit wat van gezegd. Ik ben nu inmiddels 30, heeft hij nog niks van gezegd. En ook met het afvallen. Weet je, toen ik 10 kilo af was gevallen, zei ik, pap, zie je iets? Niks. Bij 20 kilo, ik zeg, pap, zie je niet hoe ik afgevallen ben? Hij zegt, oh, ben je afgevallen? Oké, okay, nou, leuk voor je. Bij 30 kilo, helemaal niks. En bij 35 is hij compleet geschokt dat ik zo vermagerd ben. Dat is mijn vader. Maar nu ik mijn gezicht zie, en ik had laatst een foto gezien van mezelf, van voor de operatie. Nou, ik kan hem zo 1, 2, 3 niet... Oh, kijk, hier. Kijk mijn gezicht. Ja, je ziet nu mijn gezicht nu. En kijk dit. Even naast elkaar. Wat een verschil is dit. En als je daarna kijkt, dan snap ik dat hij ineens mij heel anders vindt. Maar goed, ik ben dus bij mijn team in Zwolle. En normaliter was dit echt het moment om naar McDonald's of naar KFC te sprinten voor een burger of een wrap. Maar ik alleen een gedachte al... Huh, krijg ik gewoon kotsnergingen van. Sorry, overgeven. Ik probeer net te praten, maar... Het is niet hoe ik echt ben, zeg maar.
Ik kan niet heel lang netjes praten. Vooral als er emotie bij komt kijken, zeg maar. Maar goed, ik heb dus een proteinbar. Remco heeft nieuwe voor me gekocht. Bij Body & Fit Perfection Bar Deluxe. En cookies and cream flavor. Echt, het is een aanrader qua smaak. En totdat ik dan thuis ben, eet ik dit. Nadeel vandaag is wel dat ik eigenlijk heel weinig heb gegeten. Vanochtend viel mijn ontbijt zwaar. Daarna was ik de hele tijd met de kids bezig. Ik heb gisteren trouwens, dankzij Debbie en Ursina, zijn vrienden van ons, heb ik noten gekocht met een honinglaag erop. Eigenlijk veel te zoet, maar daardoor had ik wel noten. En het was zo'n notenbar met heel veel soorten. Dus ik ga terug en ik ga kijken wat nog meer, wat voor noten er zijn. Want dan kan ik misschien andere noten die niet zo zoet zijn, kan ik ook gaan proberen. En ik ben niet zo'n fruitfan, maar daar hadden ze gedroogd fruit. En dat vond ik wel weer lekker. Dus ik ga terug en ik ga gewoon nieuwe dingen proberen. Dat is ook lekker voor de kids. Fruit tenminste. En ja, ik denk, gaat de wereld voor me open. Ik ontdek gewoon nieuwe dingen. Maar goed, ik had dus noten gegeten, daarna biefstuk en nu dit. Dus ik moet eigenlijk thuis nog iets eten. Dan heb ik in ieder geval 5 dingen gehad. Anders is het veel te weinig. Maar de 6 ga ik sowieso niet redden. Tenzij ik nu de helft hiervan eet. En onderweg naar huis over een uur of zo nog een keer de andere helft, zeg maar. Maar dramatisch. En 1,5 liter opdrinken wordt ook steeds moeilijker. Kijk nou, ik ben op de helft. Wat een onzin. Maar goed, we gaan rijden. Ik ben nu thuis en ik krijg van mijn man een kop warme melk. Omdat ik het heel zwaar had vandaag, toch? Ja, dat verdient goed, ja. Ik heb mijn protein bar niet eens op kunnen eten. Ik vond het echt zoet vandaag. Hij smaakte niet zo. Nee? Is het een ander? Nee. Hetzelfde. Gewoon niet blauw, die bodyfit. Ja. Na het trainen krijg ik hem wel enigszins, vind ik hem te eten. Nu niet. Ik heb trouwens een nieuw probleem. Een shopprobleem. Een shopprobleem? Ja, shopprobleem. Ah, dat klinkt als een probleem wat we kunnen oplossen. Nou nee, ik zit de hele dag door. Ik ontdek winkels. Oh, dat meen je. En plekken waar ik normaal eerst niet echt shopte. En nu zit ik alleen naar te kijken. Oh, deze werkt niet zo goed. Ik ben echt de hele dag door aan het kijken naar outfits. En dit is echt compleet mijn nieuwe stijl geworden. Die two pieces, zeg maar. Het zit ook gewoon super comfy. Het is vandaag zaterdag. Vandaag zou normaal Gay Pride zijn, waar ik normaal mijn tijd zou vertoeven, maar dat is er niet. En ik had nog gedacht, vandaag doe ik dat ene kleurrijke jurkje. Ik weet niet of jullie kunnen herinneren, maar dat heb ik toen bij Primark gekocht onder druk van de kids. Dat kleurrijk kort jurkje. Ik dacht, ik doe dat aan vandaag. Maar ik ga ook niks Pride doen. Al dacht ik wel, ik ga naar de Pride Walk. Maar dat toch maar niet. We hebben andere plannen. En ik moet werken. Wat ik wel aan heb, is iets wat ik 5 jaar geleden heb gekocht. Lag in mijn kast. Ik ben daarna zwanger geworden. En heb het nooit meer aan kunnen doen. Want toen de tijd was het een beetje strak. En ik dacht, ik val nog wel wat af. En dan pas ik het weer. En nu vind ik hem weer in mijn kast. En het is een jumpsuit. Kijk, het is één geheel. Achterkant dus open. Dat is wel grappig, hè? En nu is hij gewoon te groot. En ik kan geen BH aan hierin, dus ik moet steeds boobs liften. In mijn volgende video ga ik het ook wel daarover hebben trouwens, mijn borsten. Want ze zien er niet meer hetzelfde uit. Maar goed, ze zijn dus nooit echt strak geweest. Dus ik vind het heel spannend om geen BH te dragen. En nu al helemaal niet trouwens. Nu zijn ze helemaal niet strak. Maar in ieder geval, ik wilde de outfit laten zien. Een jumpsuit. Voor de eerste keer sinds. En die is ook nog te groot. Hoe bijzonder is dit? We zijn dus bij Joe & Juice. En dit is de eerste keer van Remco. Lijkt die... ja? Ja? Is goed, hè? Ja, is goed. Ik moet je zeggen, normaal vegan dingen en zo vind ik echt niet lekker en shakes. Maar dit is echt wel lekker. En echt wel te doen. Ook gezond. Het is oprecht gezond. Ja. I love it. Lekker. Goeie snack. Wij zijn thuisgekomen. Kids zijn nu bij oma. En ik heb hem omgekleed. Deze broek, hè. Het is toch fantastisch. Ik vind het zo'n gave broek. Ik heb hem al een tijd geleden gekocht via ASOS. En het is tall. De voor lange mensen variant, zeg maar. Het is te lang voor mij. Maar ik moest hem hebben. Wij gaan uit eten. Oh ja, over de broek trouwens. Ik heb hem, het heeft
wel altijd gepast, maar het zat nooit lekker. En nu zit het gewoon te ruim. Dus eerst was het te strak. Het zat niet lekker omdat het te strak was. Nu zit het te ruim. Dus het zit ook niet helemaal lekker. Maar ik denk, ik doe hem nog een laatste keer aan. En ja, ik vind hem gewoon fantastisch. Maar goed, wij gaan dus uit eten. Ik had zo'n zin in India's eten. En dat is eigenlijk een van de weinige dingen waarvan ik zeker weet dat het goed gaat vallen. Dus, en ze hebben groenten en rijst en kip. En het is gewoon fantastisch. Weer daarentegen is echt verschrikkelijk. Hey, kijk hem daar staan wachten. Oh mijn god, dit kan toch niet? Nee, het is bagger weer. En dan, kijk dan. Oh, wordt mijn broek nat. Ja, die wordt wel heel vries. Vooral omdat je ook nog moet lopen over de gracht. Het ziet er wel goed uit. Het houdt je wel goed. Dat wel. Maar kom ik ook goed aan? Ik zal mijn best doen. Je weet, ik ben een chauffeur, hè? Dus dat gaat over het algemeen goed. Right, oké, let's go. Good morning, het is zondag en ik heb weer gewogen. Dit is mijn gewicht nu. Nou, hoeveel denk je? Gisteren was het 105,7, dus je zit nu op 105,0. Zo. 0,7 kilo per dag? Dat is niet... Nee, hoeveel was het gisteren dan? Je zei... Nee, ik weet niet meer hoeveel het gezien was. Oh, maar de vorige keer dat je woog was 105 punt zoveel. Ja? Ja. Dus nu denk ik 105,0. Het was gisteren 105,7, zeg je. Nee, ik weet niet of dat gisteren was. Ik zei wel gisteren. Oh mijn god, raad gewoon het getal. 105,0. Ja, het is 105,4. Oh, dat is niet best. Dat is, ja, is goed, vorige man. Week woog ik 106,7, volgens mij. Oh, ik heb hele lekkere hete koffie gezet, trouwens. Ja, je hebt ook cappuccino voor mij gezet, hè? Maar goed, 105,4. Nou, dus goed schat. Vorige week was ik dus ongesteld. Oh. En was ik maar 0,7 kilo afgevallen. En nu ben ik dat niet. En dan is het weer 1,2 kilo minder. Impressive, hè? Het dieet werkt goed. Super dieet. Ja. Maar volgende week kan ik dus niet wegen. Want we zijn dan in Italië. En daar hebben ze geen weegschaal. Dat is best treurig, hè? We zouden naar Los Angeles gaan. Ja. Ging niet door, want we mogen Amerika niet in. Toen zouden we naar Zanzibar gaan. Toen zagen we de coronaregels daar. Toen dacht ik, nope, ik ga niet in Tanzania in quarantaine. En toen, wat hebben we allemaal bedacht? Ja, via Dubai. Dubai was 50 graden. Ja. Nu gaan we naar Rome, daar is 43 graden, dus dat scheelt. Ja, nou, maar het is wel een plek waar ik in ieder geval naar huis kan rijden als er wat is. Als ons huis afbrandt bijvoorbeeld. Nou, we zijn met vliegtuig. Maar dus ze hebben daar auto's. Ja, die kun je, huren en dan kun je terugrijden. Dat kan, ja. Maar goed, volgende week kan ik dus niet wegen. Maar ik ga jullie wel laten zien hoe ik natuurlijk in Rome eet en wat ik doe. En nee, ik ga niet alleen maar pasta eten. Ik wist dat je dat ging zeggen. Want de kans is vrij groot dat je... Goedemorgen. De kans is vrij groot dat je in Italië pasta's eet. Ze hebben daar ook lekker vlees en zo. Ja, ja, ja. Ja. We zouden eerst een villa buiten Rome gaan huren. Met zwembad en alles. Maar toen kwamen we erachter dat er niet zoveel villa's waren met zwembad en alles. Ja, bovendien heb je... En ik wilde daar ook een kok laten komen die voor ons kookte. En dan kon ik voor een paar dagen eten laten maken. Ja. En dat is beter dan en goedkoper dan constant uit eten. Maar nu hebben we dus gewoon eigenlijk zo'n groot villa-appartement, zeg maar, met een groot dakterras. In ieder geval een groot huis in Rome zelf. En ik vond de drukte wel lekker. Dan hoef ik er niet steeds naartoe te rijden. Maar goed, dan weten jullie dat. Vandaag gaan we vooral inpakken. Zo, ik heb voor de kids in ieder geval ingepakt. Zij delen een koffer. Deze kant is van Memph. En deze kant van Mali. En het is zo chill dat Memph nu geen luiers meer draagt. Waardoor het gewoon... het is helemaal in elkaar gestrooid. Maar goed, ik had het dicht gedaan. Maar hij hoeft dus geen luiers meer. Ik heb een paar bij me in geval... hij heeft veel gedronken heeft 's avonds en om ongeluk is te voorkomen in bed. Maar voor hem doe ik alleen nog zo'n travel, hoe heet dat nou? Zo'n reispotje, zeg maar. Dus dat maar dan bedoeld voor reizen. Kan die daar gebruiken. Maar that's it. En dan ben ik al gewoon zo snel klaar. En daar sta ik weer iedere ochtend, zoals altijd, in de keuken, niet wetend wat ik moet eten. Voor ontbijt. Maar ik ga denk ik havermout maken. Maar ik heb dus een jasje aan. Een heel oud jasje. Heb ik ooit
Oh, leg niet op zijn troep trouwens achter mij. Ik zie hem zo door de camera heen. Maar dit is dus een jasje die ik ooit aan had. En het zat hier heel strak. En nu heb ik hem weer in mijn kast gevonden. Echt bizar dat ik deze dingen nooit weg heb gedaan. En dan, ja, nu kan ik hem weer aan. En echt met ruimte, jongen. Het is gewoon wijd. Maar goed, ik ga de vlog afsluiten. Ik kreeg net nog wel een vraag op YouTube. Dat wilde ik nog even beantwoorden. En de vraag of ik altijd nog die 30 minuten tussen eten en drinken hou. Om heel eerlijk te zijn, denk het niet. Ik hou het niet bij in ieder geval. Wat ik wel doe is, als ik gegeten heb, ik wacht gewoon even totdat mijn maag rustig is. En dan drink ik. Of het precies 30 minuten is, I don't know. Wat wel altijd compleet misgaat, is als ik eet en drink. Want vroeger had ik wel eens, weet ik veel, een melkbroodje of een plakje cake. En ik moest altijd melk bij om het zacht te maken. Nou, ik heb dat een keer geprobeerd. Na de operatie gaat, niet één keer trouwens, 2 of 3 keer. Gaat totaal fout. Want dan zit je te wachten en dan voel je de dumping al aankomen. Dus nee, dat werkt niet. Wat ook niet werkt is, wat ik vroeger deed, is bijvoorbeeld een broodje, pindakaas. En dat had ik ook met melk. En dan niet zozeer ook een slok melk. Nou, maar deed ik in de melk wat vochtig maken. En dan nam ik, gaat ook niet. Dus dat soort dingen werkt niet. Maar 30 minuten echt tussen mijn laatste hap en drinken? Nee, denk het niet. Maar als ik buiten ben, dus uit eten met vrienden, om echt de dumping te voorkomen, doe ik dat wel, zeg maar. Dan hou ik er niet, of neem ik maar een heel klein slokje of hele kleine sipjes, nadat ik voel dat mijn maag gewoon gestabiliseerd is. Dus, en ik heb er nog echt nagevraagd, ze zeggen echt van, je moet dat wel doen. Maar ook daarin denk dat je gewoon je draai moet vinden. Voor de een is 30 misschien ook te weinig, moeten ze langer wachten. Voor de ander, zoals ik, ja, ik kan het gewoon goed hebben. En veel mensen vallen ook nog steeds over het feit dat ik cola drink, Cola Zero. Ja, en dat gaat gewoon echt goed. En mijn maag rekt er echt niet van op. Ik heb er ook navraag over gedaan bij NOK. En die zeiden ook, nou ja, het is een fabel, oké. Maar het gaat goed. Ik hoor mensen die geven over daarvan. Nou, ik niet. Mijn maag wordt er juist heel stabiel van. En heel, alle gas gaat eruit. En dan voel ik me gewoon helemaal rustig worden. Maar mijn max is gewoon heel weinig. Ik drink zo'n klein blikje en die krijg ik niet eens op. Zo'n, 200, ja, ik weet niet hoeveel het is, maar zo'n mini blikje, zeg maar. Dus het is veel minder, maar ik geniet er echt zoveel meer van. Maar alle andere drinken lukt voor geen meter. Echt alles met suiker, gadverdamme, kan ik niet aan denken. Fanta, Sprite, misschien Crystal Clear, dat lukt nog. Maar verder, ja, zie ik het eigenlijk, naast water zie ik het niet zo zitten. Ik ga binnenkort wel kraanwater proberen. Na de vakantie. Maar goed. Ik ga dus deze vlog afsluiten. Volgende video. Dus ik ga morgen weer beginnen met filmen. Maar dan is het onze reis naar Rome. Ik ben vooral benieuwd hoe het daar gaat eigenlijk. Ik hoop dat het eten niet alleen maar pasta is en zo zwaar is. En weet je, vooral proteïneloos is. Maar dan weten jullie in ieder geval dat de volgende vlog meer een vakantievlog is. Met wat beelden over mijn eten en hoe het met me gaat. En ik laat natuurlijk ook wat meer van Rome zien en wat we doen. En dan is het niet zo'n, ja, niet het standaard vlog wat je gewend bent van me. Maar goed, ik moet gaan ontbijten.